Even toeteren hier in de buurt. Dit is toch echt mega cute. Ik moet zeggen, ze is wel echt nu al heel erg aanhankelijk. Dat me... Dit duurt even... Ja! Jongens en meiden, en welkom weer terug hier zo bij een nieuwe vlog. Het is vandaag weer een nieuwe dag en het is vandaag onze allereerste echte dag met Snoetje. En kijk eens even, de naam is dus eigenlijk definitief al Snoetje geworden, toch? Kijk, Snoetje heeft een snoepje. Snoetje heeft een snoepje. Kijk jongens, er zit daar één kat, die zit op de uitkijk. Snif zit hieronder. Onder de stoel zit hij. Dit is het kleedje dus waar Snoetje vandaan komt. Dus hier is ze zeg maar mee naar hier gekomen. Dus we proberen de kat een beetje te laten te wennen aan de geur, maar... Het wordt nog niet echt gewaardeerd, hè? Het wordt nog niet echt gewaardeerd. We hebben ook gewoon snoepjes opgelegd, maar hij vertikt het gewoon, terwijl hij normaal gesproken altijd die snoepjes wil nemen. Maar kijk eens even. Ah. Zo'n cutie. Nu zie je ook een beetje goed de kleur. Het is de eerste keer dat we een daglicht zien ook, trouwens. Gisteren. Ze heeft hier onder een beetje vlekjes. Ja, klopt. Oh, een beetje bruine vlekjes. Alsof ze onder is gepist. Zal dat niet zijn dat ze inderdaad nog klein is? Misschien dat het wegtrekt en dat dit ook gewoon straks mooi... Oh. Echt een hele mooie kleur. Ik vind Snoetje wel echt een leukere naam dan Zusje, denk ik. Maar de vlog is nog niet al aangekomen, dus de mensen hebben nog niet kunnen commenten zeg maar, wat zij een leukere naam vinden. Snoepje. Snoepje. Snoepje, kan ook nog. Ja, het leuke is natuurlijk van Snif, Snies en Snoetje of Snoepje dan inderdaad. En Zusje past er niet echt bij namelijk. Zusje. Kijk. Oh. Ben je lekker aan het chillen? Ze heeft dus de hele nacht bij ons geslapen. Ik ben wel echt 26 keer wakker geworden vannacht omdat ze zat te piepen en ze liep over te kussen en weet ik veel wat. Maar het was allemaal voor een goed doen natuurlijk. Snies die kan er op zich wel een beetje aan wennen. Die heeft ook gewoon zijn staartje omhoog zoals je ziet. Alleen Snif die zit echt nog daar boos onder de stoel. En Snoetje boeit het echt helemaal niet. Nee, ja, maar ze vindt dat aquarium echt super leuk, hè? Ja, kijk. Kijk hoe ze ook schattig over die schouder hangt zo. Ga je visjes kijken? Vind je het aquarium ook zo leuk? Kijk. Oh. Ineens wordt ze wakker. Ze denkt, huh? Oh, wat een droppie is het, hè, jongens. Maar jongens en meiden, het is dus vandaag zondag. De allereerste dag dus dat we Snoetje hier zo thuis hebben. Waarschijnlijk komen er vandaag een aantal mensen even op kraamvisite, om het zo maar te zeggen. Want iedereen wil natuurlijk even de kat zien. Mijn ouders hebben de deur nog niet gezien. Ja, de ouders hebben er nog niet gezien. Eigenlijk bijna niemand natuurlijk. We moeten er alleen echt nog even een beetje voor zorgen dat Snif het ook gewoon leuk vindt. Snif, je bent zo'n boze poes. Nog maar even... Hier, kijk hoe boos die is. Stouterd. Hey, ik wil weer vriendjes zijn met Snif. Griffo, we love you. Ja. Hey, hij heeft wel die snoepjes opgegeten. Ja, hij gaat weer blazen. Ja, hij zit weer te blazen. Ja. Griffo. Je hoort hem zo mjoe. Nou, doe eens even normaal. Hey joh. Niet zo gemeen doen, Snif. Kijk eens aan, jongens. Dit is een goed teken. De allereerste keer dat ze hier thuis is, dat ze een beetje begint te eten. Nou, denken we dan, want we weten het vannacht. Ja, misschien heeft ze vannacht... Denk het niet. Nee, aan de brokst is hier niet. Dus volgens mij, besef, als dit allemaal in zo'n klein poezelichaampje gaat, die kan ze echt weken mee vandoor, volgens mij. Oh, kijk even. Helemaal close-upje. Op Snoetje. Op het Snoetje van Snoetje. Lekker Snoetje. Oh. Kraamvisite nummer 1. Hallo, goedemorgen jongens. Hey, zonstraaltjes. Ja, Rick heeft hem niet gezien. Cor heeft hem gisteren al gezien. Nee. Dit is zo schattig, jongens. Dit is echt zo cute. Om, nom, nom. Lekker likken. Zo zacht ook wel. Net cute als ze zo de bekje aflikt ook. Ja, dat kan toch niet, jongens? Ik zou hem niet aan mij geven. Kom mee. Het is zo rustig nog. Ja, hè? Dat is echt bizar. Weet je, bruine pootjes. Eden, Denise Beumer is aangekomen. Hey. Oh, kijk eens wat cute. Gelijk omhoog kruipen. De eerste 5 minuten met de poes. Wat vind je ervan? Zo leuk. Val je er niet af? Ze klimt telkens helemaal achter in je nek. Ja, echt hè? Ja, kan het. Maar, ze heeft een cadeautje meegenomen, dus laat maar eens even zien. Wat zit erin? Een speeltje. Een speeltje. Ah. Een eigen mandje. Jij had het met je grote bakken. Je moet even naar de dierenwinkel. Dat had ik al. Ik. Oh. Wat cute. We hebben even wat nieuws geprobeerd. Ik heb mijn trui achterstevoren aangedaan. Proberen. Kijk. Het is gewoon aan het chillen hier. Zal ik gaan staan? Kijken wat er gebeurt? Niks. Het is goed, blijft zitten. Oh, mijn telefoon. Zal ik even een rondje buiten gaan maken? Ja, de supermarkt ermee. Kijk hoe cute. Ga even naar Snif.
Sniff is nog steeds een beetje boos hier. Een beetje? Oh. Je kan zo oprecht gewoon je vaatwasser uitruimen, koken. Ik denk dat ik gewoon de komende dagen de hele vlog zo ga maken. Gewoon. Auto rijden, nee dat kan niet. Sniff je vast erin, denk ik. We gaan dus even de tuin in. Ze zit nu toch gewoon helemaal veilig bij me. Kijk hier. Voor het eerst komt ze even buiten hier zo dus. Even een lekker rondje lopen. Het wordt natuurlijk ook een binnenkat. In principe zijn deze katten gewoon echt niet voor buiten gemaakt ook. Dat hebben jullie toen ook gezien. Die ene kat die viel gewoon in het water buiten en het ging helemaal fout. En dat was Stees. Hi. Oh, even lekker de lucht sniffen. Even lekker lopen. Dit konden we toen ook met die eendjes. Die zaten ook in de capuchon. Die waren toen ook nog zo klein. Ja, maar die scheten dan zeg maar je capuchon onder. Ja, deze klinkt niet. Dat is zindelijk. Dan zie je misschien ook beter de kleur. Oh, je oogjes. Kijk er nou eens witte. Dat is toch echt mega cute. Ik moet zeggen, ze is wel echt nu al heel erg aanhankelijk. Dat merk je maar gewoon ze het echt. Maar ze wilt ook niet weg of zo. Nee. Soms merk je als ze weg wil, maar ze geeft juist... Ze wilt zeg maar, als je er neerzet, komt ze liever naar je toe. Miauw. Oké, dit is een mooi verhaal, jongens. We zijn net even snel naar de supermarkt gegaan met de Audi. Om dus lege flessen en alles weg te brengen. Vervolgens... Wat hebben we gedaan? Lege flessen gewoon... per ongeluk weer mee teruggenomen en niet geleegd. Oh, maar wat we wel hebben... Wie zat er achterin? Ja, jij. Maar wat we wel hebben, jongens... Kijk eens. Oh. Hey, dragen jullie van kratje dan... Ja, vertel jij het even aan Edith dan. Kijk hoe ze reageert. Ja. Hey, Edith! Automatisch was halverwege kapot. Ja. Ik heb nog niet eens wat ingestort, dus halverwege kan niet. Want het zakje weer zit ze even vol. Oké, misschien zijn we vergeten de flessen weg. Heel misschien zijn we vergeten. We hadden één taak. Ja, nou twee. Drie. Ja, de kratten wegbrengen is wel gelukt. Drie. Je moest volle kratten meenemen. En inleveren. Dat is gelukt. En die tas met lege flessen. Dat is alleen niet gelukt. En bier meenemen. Dat is gelukt. Ja, wel. Maar ja, daar heb ik Rick voor natuurlijk. Hè? Dat komt altijd uit. Ja, gaan we weer verder. Belangrijkste was gelukt. En ik ben 1 seconde boven, jongens. Kijk eens zo. Goedemorgen. Waarom ben jij niet even zo naar de supermarkt gegaan? Kijk eens. Wat beter te doen. Ah. Nee, ik moet even foto's maken. Aha. Kijk eens even naar dit dan, jongens. Oh, de eerste dag van Snoetje is dan natuurlijk in huis. En dit, ze vindt kussens echt top, volgens mij. Lig je lekker te snoezen hier? Ah. Ik ben echt benieuwd wat nu al de bijnamen gaan worden van die kat. Snoetekindje. Oh, dat is wel echt heel schattig, dit. Ja, hè? Rick? We hebben dus besloten dat wij jou in onze relatie willen opnemen. Leuk. Hoe gaat dat precies in de werking dan? Nou, eerst vraag hoe sta je daarin? Ja, ik zit zelf even open. Nee, laten we het nou even niet doen, jongens. Kijk eens wat er op de oprit aangekomen is. Er staat hier een deur open. Hallo. Yo. Hey. Wat zitten jullie allemaal te doen? Hey. Hey. Ja, dan komen ze hier. Ja, dan komen ze hier. Hey. Hoe kijk je nou? Oh, jeetje. Nou, die is knap. Die is knap. Baby. Die is klein. Oh. Zo, jeetje. Cute, hè? Nou, echt, ja. En ze is zo lief. Ja, dat kan. Nou, dan kunnen we weer terug naar huis. Dag. Ik heb het gezien, hè? Ik heb wel een hele pan soep bij me. Heb je soep bij? Hele pan verse soep. Oh. Zo, lekker. Ja. En wat vinden we van de auto? Ja, mooi. Nou, kijk maar. Ik vraag het nog een keer aan jullie, hè. Wat vinden jullie? Moeten we de auto van mijn vader rappen in de kleur dat ze polo dus was toen? Of zeg maar, vinden jullie deze kleur gewoon mooier dan dat die... Of ja, gewoon zoals die nu is. Ik bedoel, dit is ook gewoon een hele mooie kleur natuurlijk. Het is echt een grote bak trouwens, hè. Ja. Dit is ook een beetje de eerste keer dat ik eigenlijk in deze auto zit met daglicht, jongens. De laatste keer dat ik met mijn vader ging laden was het donker, was het avond. Dus nu zie je ook pas echt goed... Is dit een stoelvorming? Ja, ik denk het wel. Zo'n massage. Het is, wacht. Ja. Hello ID. Oh, dat werkt nu niet. Anders er zit daar ook een hele balk en die gaat dan heen en weer, zeg maar. Het is echt een mooie Volkswagen, ja. Jongens. Echt een luxe ding, vind ik dit. Tering veel ruimte, man. Ja, hè? Zo. Kijk nou, joh. Ik ben echt 1,92 meter. Ja, dat is gewoon lekker zo, ja. Wat dit ding dus ook heeft, is stoelmassage. Ga eens naar voren, kijk of het ziet. Ja, hier. Nee, zie het niet. Ik weet niet of het echt ziet bewegen. Oh, wat gebeurt er nou? Ja, dit zijn ook geen standaard stoelen, hè, deze? Nee, dit zijn echt de luxe stoelen. Die zijn sportpakket plus, heet het, geloof ik. Wat zit je nou op te scheppen? Ja.
kan ook niet zo. Zoals ik al in mijn vlog van gisteren verteld heb, als jullie dat gezien hebben, komen dus morgen de garagedeuren die een stuk breder zijn. Ik ben zo benieuwd hoe het er ook uit gaat zien, jongens. Er is dus verteld dat eind volgende week, zeg maar, bijna alles klaar is. Behalve natuurlijk de inrichting en alles. Maar qua buitenkant en dit hier zo, want ja, dit ziet er gewoon zo lelijk uit. Het is echt, het ziet er gewoon niet uit dat je aankomt rijden. Maar eind volgende week moet dus echt alles af zijn. Dus dan kunnen ze aardig aan de bak nog deze week. Maar dat is wel mooi, want er gaat er dus veel gebeuren als het goed is. Nee! Oh, zo. Oh, bijna recht voor mijn neus dicht. We zijn er dus via de stamboom achtergekomen dat Snoetje op 10 september geboren is. Oh, 11. Nee, 10 toch? Oh, 10. 10. 10 september, dus dat is 2 weken precies voor de verjaardag van Melanie en mij dus. Oh, baby. Kijk, ze wil het gelijk naar je nek. Kom hier bij tante Melanie. Melanie. Net als met je eentjes. Ja. Het is toch warm te dan, hè? Oh. En dat marsvlak. Gaat ze naar je? Kijken naar buiten. Nou, hier zitten. Hey, buiten kijken. Kijk eventjes naar Snip, jongens. Dit duurt even een paar dagjes. Hij stinkt een beetje uit zijn mond. Het leuke is, hij wil zeg maar wel knuffelen, maar ook weer niet ofzo. Hij wil echt heel erg laten merken dat hij gewoon een beetje chagrijnig is. Hier, kijk, hij blijft wel lekker liggen. En het doet niks. Ja, maar. Wat een gekje is het ook. We gaan hem aanzetten, kijk eens aan. Dit blijft wel cool aan het ding. Oh, hoppa. Wat ik heb gedaan namelijk, hij is bijna leeg. En jullie weten, ik heb geen laadpaal thuis, dus mijn vader en ik gaan even naar een laadpaal hier in het dorp toe rijden. En dan gaan we hem daar gewoon de hele nacht laten staan waarschijnlijk. We zijn bezig met een laadpaal aan huis, zoals ik al verteld had, die dus echt hier moet komen. Dat zou echt alles oplossen gewoon. Het is natuurlijk mijn eigen keuze, hè? Maar hoe zouden jullie dus vinden als ik daadwerkelijk een elektrische auto als daily driver zou gaan nemen? Ik ben wel benieuwd daarnaar. Als ik geluid wil maken, als ik gek wil doen, je weet het, de Ferrari is er. Maar hoe zouden jullie het vinden? Dat is echt waardeloos. Oh, oh, wat zeg je nou? Nou, hier kan je laden, vlak bij je huis, ja. Staat een auto die niet elektrisch is en die mag er helemaal niet staan. En toen zei hij net? KUT-auto. Deze kutauto, die mag hier helemaal niet staan. Nee. Ja, is wel zo. Kijk, dat ding is helemaal niet elektrisch wat daar staat, jongens. Die rechter. Deze linker wel, die rechter niet. Ja, dit wel. Dit mag niet. Ja, dat is kut. Ja. Nice. Ik ga even toeteren hier in de buurt. Weet je hoe deze auto is? Oh, oh. Nee. Nee? Nee. Jammer. Maar je hebt volgens mij nog een plekje in dat wijkje in de Poolzee. Ah, dan gaan we even daarin. Wel echt nice dat we zeg, het hele dorp rondrijden. Ik in de weg ook niet in het eigen dorp. Hè. Nee, nee, het is gelijk wel een beetje sightseeing hier. Ja, het is een beetje reis. Dus als jij hier even rijdt. Oh, meneer Latoy. Ja. Wat ben je allemaal aan het doen? Oh, 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 oh. Ik kan me allemaal straatjes helemaal niet overkomen. Maar ja, dat is wel echt het kutte natuurlijk. Als er een auto staat en in dit soort kleine dorpjes is het misschien wat makkelijker. Als je dat in de stad doet, als je daar een auto neerzet op een elektrische plek waar je eigenlijk niet mag staan, die niet elektrisch is, nou, dan ben je echt goed te shark. Dan kan je volgens mij zelfs weggetakeld worden. Maar hier in dit soort kleine dorpjes is het misschien, dan maakt het misschien iets minder uit omdat toch minder mensen er gebruik van moeten maken. Maar het is wel, het is een beetje lullig. Een beetje kut. Voor auto's zoals ik nu dan bijvoorbeeld. Nou, ik blijf mijn vader volgen, want die weet hopelijk de weg. Kijk eens aan, blauw icoontje. We hebben een plek gevonden. Aan de andere kant van het dorp. Dit wordt ideaal, jongens. Ik zit zelf nu niet in de jacuzzi, maar kijk eens, de mannen wel. Rick en Cornelis, hallo. Lekker met de biertjes. Zwaar, hè? Hey, hoe lijp is het straks als je gewoon in de jacuzzi zit en hier helemaal naar binnen kan kijken? Fucking dik wordt dat aan. Nou. Dat is toch lijp? Ja, want als die Ferrari dan staat met het licht erop. Dan zit je toch ultiem te chillen hier, gewoon. Ja, ik wel. Dan zit ik echt gewoon met mijn nek daar zo kijkend naar daar, inderdaad. Elke auto. Oh. Ja jongens, maar ja, morgen gaan ze dus weer verder, dus dat is wel mooi. Ik ben echt benieuwd wat ze dan morgen weer allemaal gaan doen, want ja, echt, volgende week moet het dus al bijna af zijn. Qua afwerking en alles, dus ben benieuwd. Oké jongens, de start van de Formule 1 gaat straks beginnen. We gaan kijken hoe het gaat. Zonder safety. Kom maar goed thuis, we hebben de Max. Niet dat we hierheen komen. We gaan. Van die vijfde plaats, niks gewonnen, niks verloren. En we zijn er nog allemaal, hè? Voor de mensen die er
mensen volgen, er is een tweede start. Boom, dat is juist. We stappen nu dus van Pop. Jullie jongens helemaal door heeft een berenstrijd. Hij heeft een berenstrijd. Hij heeft een berenstrijd. En pakt gewoon de leiding. Pop, gaat hij doen? Nee, 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 nee. Hij kan wel nog rijden. Ja, nog één. Kijk, gaan lekker, man. Die verstappen flikten dat hier. Rode vlag. Nee, joh. Maar hebben we de derde, hè? Hebben we de derde nu? Ja. Hebben we de derde? Wat een race, ouwe. Oh my god. Oh, dat gebeurt wel. Oh, een snoetje. Ze moeten wel iets aan doen. Ze werd helemaal gek, hè? Ze ging helemaal zo mijn nek in. Ja, ligt er aan wat? Ligt er aan wat? Zo, check even dit, jongens. Jeetje, mijn sneetje. Wat? Zo, hij is wat haasje nu, hè? Hij zit er nog niet uit, hè? Of wel? Nee, maar... Start nummer 3. Laat mij een snoetje filmen. Nee. Het is echt... Zo, ga je lekker? 3 kilo zweet kwijt. Deze meneer hier naast mij is helemaal in de zenuwen. Ja. Ik denk niet dat ik de enige ben. Hamilton, Verstappen, Ricciardo, Bottas, Gasly, de top 6, lampen uit en we zijn onderweg. Er is een goede start voor Verstappen. Hamilton ook goed weg. Hey, Ricciardo. Ja! ID4 gekocht. Ja! Yeah. Oh. Hij laat wel zien dat hij de beste is gewoon. Ja, hij kan het. Kijk hem aan. Daar hoef je echt geen oranje bril voor te hebben, hoor. We zijn eventjes verder. Nou, wat een kutavond eigenlijk, hè dan. Ja, nu wel, ja. Volgende week gaat het gebeuren. Zullen we naar Abu Dhabi gaan? Ik wel. Let's go. Beter wel. Ik weet dus wel... Een leuke tip voor een nieuw cadeautje voor kerst. En het hangt achter mij. Er moet een nieuwe bij. Of eigenlijk moeten we wel wachten tot het volgroeid is misschien. Hè? Oh, een kerstcadeau voor jou. Ja. Oh. Oh, wat dacht je iets anders dan? Jij voor ons. Ja, precies. Ik dacht dat jij voor ons. Oh. Nee, dat kan het niet. Dat kan niet. Nee, er moet eigenlijk een schilderijtje komen van Snoetje hier aan de muur. Want eigenlijk klopt deze niet meer. Ja, zoiets inderdaad. We zitten even boven, jongens. Kijk eens even. Ze chillt hem nu dus in de kattenbak steeds hier zo. Maar, ik ga dus even wat op de bordje doen. Want ze heeft dus een favorietje blijkbaar. Dat werd ons verteld. En dat zijn... Oh, zo. Holy moly. Wat een stank. Het zijn sardientjes. Ja, en ze was net helemaal het bordje af aan het likken. Terwijl die al leeg was. Omdat ze het gewoon zo lekker vindt. Geur. Zo is goed hoor. Ze hoeft niet zo heel veel. Jeetje. Oh, dit is... Jij vindt vis sowieso niet lekker. Ja, ik ben echt geen visfan, nee. Maar vooral de stank ook alleen al. Geeft het je flashbacks? Ja. Maar, dit vindt ze dus helemaal lekker, blijkbaar. Moet alleen... je wel even eruit halen. Ja. Dat gaat moeilijk. Kijk. Wat een beelden dit, jongens, weer in de vlogs. Zo'n klein poesje. Wel echt leuk dat we dit zeg maar over een tijd kunnen terugkijken, als het dan volgroeid is. Hè? Huh? Echt hè? Ik heb Sniff en Snies net nog even lekker vertroeteld hier zo in de woonkamer. Want dat moet je nu natuurlijk extra goed doen, zodat die katten zich niet vergeten voelen. Ze moeten zich niet vervangen voelen, niet verplaatsen of wat dan ook. Je zag het, ze zijn nog steeds een beetje chagrijnig. Snies al helemaal niet meer trouwens, maar Sniff is gewoon Sniff. Sniff is gewoon een beetje grumpy cat. Maar dat gaat allemaal helemaal goed komen. Ik ga hier lekker het licht uitdoen. Kijk eens, mooi. En morgen. Oh, dan gaan ze verder, jongens. Komen als het goed is om 7:30 ochtends weer hier zo voor de deur. Ik hoef gelukkig niet open te doen, maar oh. Ik word alleen maar blij van het geluid als ik wakker word, zeg maar. En ze zijn bezig met verbouwen. Ik vind dat alleen maar top.
Mijn ene poesje ligt hier en mijn andere poesje ligt daar, op het nachtkastje. We laten ze expres natuurlijk nog niet samen met de andere katten midden in de nacht, want dat gaat niet goed, denk ik. Ben jij ineens moe? Nee, net was je nog heel spraakzaam. Net was je nog heel spraakzaam. Net was je nog spraakzaam. Ik ga denk ik nog even lekker film kijken, jongens. The Power of the Dog, zo heet die op Insta, of op Insta, op Netflix. Laat ze even je rug zien. Kijk, ja, je dit. Jongens, Jade heeft dus matchende ondergoed dingen gekocht. Dit is wel heel erg hoor, kijk eens even. Oh. Ja, wel leuk. Het is wel leuk. Zeg maar, ik heb het nog nooit gehad. Dus dit is een primeurtje zo. Ben zo benieuwd dus naar het karaktertje van dit beest. Echt heel benieuwd. Ik hoop niet eens die van jou. Nou, dat is best leuk. Ja, eigenlijk kan ik heel de dag door deze kat blijven filmen. Het liefst doe ik dat ook, maar ik snap dat het voor jullie dan misschien ook een beetje too much katten wordt. Maar het, oh, het blijft leuk. Doei, doei. Doei, doei. Het is zo schattig. Oh mijn god, dit is zo lief. Nog één heen. Oh. Ja, deze kant op. Ja. Jongens en meiden, ik hou het kort. Ik lig een film te kijken en ik ga elk moment slaap vallen. Dus bedankt voor het kijken. Tot morgen en later. Yes.